Hi, goedemiddag. Welkom bij Auto Ciro. Weer een zevenzitter hier in Krachenburg. Dit is de grootste, de Ford Galaxy. De eerste van het nieuwe model die we hebben. Kijk even naar de neus, dan kun je direct zien. Er is echt een hoop gebeurd aan de auto. Ik vind hem heel goed staan. Je ziet hier, dit is voor de adaptieve cruise control. Dus er wordt voor je geremd als je die gebruikt. Gaat ook weer gas bij op het moment dat je voorligger aan de kant gaat. Donkerblauw metallic, lichtmetalen velgen, 17 inch, mooi het privacyglas, chrome accenten hier rond de ramen en op het dak. En echt heel erg compleet, zeker voor Ford begrippen. Als gezegd, die adaptieve cruise control, 4 elektrische ramen, elektrisch inklapbare spiegels, rijlaanbewaking zie ik, zelfs automatisch inparkeren. Dus je drukt op de knop en de auto die zet hem zelf op de plek. Grootscherm navigatie met de sync-functie. En als gezegd, 7-zitter. We hebben er een stuk of 40 hier op voorraad staan. Van Opel Zafira, Citroën C4, Picasso, Volkswagen Charan. Noem het maar, we hebben hem staan. Oh, de Seat Alhambra, net binnengekomen. Hetzelfde als deze. Nou ja, ruimer wordt het niet, zoals je ziet. Kun je echt met z'n zevenen komen. Parkeersensoren ook aan de achterzijde. Stoelen staan nu netjes omhoog. Oh, die moet zo. Hoppakee. Bagageafdekhoes is er ook netjes bij, uiteraard. En echt heel erg netjes voor zo'n grote auto. Deze man of vrouw kon wel rijden, want er zit werkelijk nergens een krasje, een deukje, niets van dat alles. Mooie auto. De 2 liter versie, ook belangrijk. Het is een zware auto uiteraard. Heeft 160 pk. Rijdt echt fenomenaal. En ga je op vakantie, kun je een hoop rommel meenemen, zeg maar. Ideaal. Als gezegd, Volkswagen Grand, Seat Alhambra. Dit is de Galaxy. C4 Picasso, noem het maar. Een stuk of 40, 7 zitters hier wel op voorraad. Veel diesels, ook een aantal benzines. Heeft u nu zelf een Galaxy met 400.000 kilometer, zijn wij heel blij mee, want die kan zo door naar de export. Dit is een Euro 6 diesel, dus deze gaat zeker nog een jaar of 10 mee. En ja, je begint op een mooie stand, 98.000 kilometer is misschien ook een optie dat je er 3 jaar mee gaat rijden. Stel je rijdt er 30 per jaar bij, zit die op 190, kan ik hem nog heel goed in Nederland weer verkopen. Dus een goede inruilprijs. Voor nu bedankt voor uw tijd en we zien u graag verschijnen. Goed, hoi.